Eindelijk, hallo, hi. Eindelijk, mijn fiets is gerepareerd. Oh, hij rijdt als nieuw. Het is gewoon een herboren fiets. Krenk dinges, alles is vervangen. Ja, geweldig. Geweldig zeg. Ongelooflijk. Ja, hij remt goed. Af en toe even achter, je zit een beetje schot en scheef. Nou ja, het was weer een lekkere chaotische dag. Weer gezellig. Naar de spinning toe, rustig aangedaan. En dan vervolgens wilde ik ook alweer nog meer doen? Oh ja. Cross-circuit. Nou ja, ik moest in de tussentijd ook nog een pakketje versturen. Maar de bibliotheek, waar hebben de computers weer afgesloten. Dus heb ik dat stuk voor niks gelopen. En ondertussen de les gemist. Enzovoort, enzovoort. En nu zit ik weer in haastmodus. Want die fiets komt pas 5 uur halen. En nu heb ik even een rondje aan het rijden. En ik voel, oh, ik zou nog langer willen rijden. Maar dat gaan we niet. Nou, of ik anders morgen naar Zeeland gaan. Maar weet ik ook niet waar ik dan wil. Maar ja, zie je wel. Dus ik ga weer gauw door. Of zoiets. Fijn weekend, fijne Pinksteren. Doeg. Of ja, intussen is misschien Pinkster al geweest. Ik weet niet wanneer ik dit upload vandaar. Dus zie je wel. Doeg. Nee, ik maak er een foto van. Journaal, nog even weer. Goedenavond, dames en heren. De regering zal aan bepaalde voorwaarden...
ben ik weer. Beste schouwen. Let op, oversteken duin. Oversteken duin, zand op het fietspad. Ja, dat valt ook eens wel mee, want het is altijd het zand wat verplaatst. Ongelooflijk hebben dat er toch zand verplaatst door de wind. Die fiets die bijna omver. En dan toch zand blijft bijkomen. Nou, zoals gewoonlijk ben ik weer eigenlijk weer veel te laat. Ik had hier eigenlijk veel eerder willen komen vandaan, zodat ik eigenlijk nog over Walcheren kon en dan hierheen kon. Dan heb ik altijd de planning en daar komt er weer niks van. Het is ongelooflijk. Maar ja, ik wou gewoon... Oh man, waar is die tijd gebleven joh. Het is zo'n mooie ochtend naar Frankrijk toe. In de auto aankomen. En dan erachter komen dat ik de verkeerde pizza had. En die Frans die tegenover me zat. Nou, misschien, ik weet niet of je dan nog om kan ruilen hoor. Ik zeg, tuurlijk, ga ik gewoon proberen. Ik gooi gewoon mijn charmes in de strijd, zei ik. Nou, ik zeg gewoon, oh, ik heb de vispizza, maar ik dacht dat het een soort gehakt was. Oh, geen probleem. Nou, gewoon vragen, joh. En of die mijn fiets weer omver. Ja, joh, pleur maar weer, joh. God, in mijne, zeg. Ongelooflijk, daar zit weer die kabel er weer aan, de tas en alles. Oh, wat is die zo mooi. Kijk die duim, man, tering. Ik zie de maan weer. Mijn fles heb ik niet goed afgespoeld. Er zit weer zeepsop aan. Er zit weer zeepsop in mijn smoel. Die duin al daar zo. Toch geweldig. Ga ik mijn fiets eraan. Kijk eens, hij staat er weer. Een beroemde... Kabouterhuisjen. Nou, wat is het? Ja. En de maan weer. Ja, oké. Zeker, ja. Zelf wel had je weer in de rij kunnen. Dus ik kon het ook verkeerde, we weten niet. En die komt wel mee. Die komt dus gevaarlijk. Ja. Met, daar heb je allemaal van dit soort spul op de pad. Ja, ja. Dus als dat vindt, dan naar beneden komt. En zo rent. Kijk eens, alsof ik de zon op de berg ondergaan. Ja, sorry dat ik een beetje weemoedig doe, maar ja. Oh, ongelooflijk hoe de weerstypen elkaar af, hoe zou ik het zeggen? Aflossen. Het is heel de dag windstil. De zon gaat net onder. En net bij het ondergaan wordt het stokje overgedragen van nou, meneer, mevrouw wind, komt u maar. En ga maar blazen. Dan heb ik al een jasje aan. En dan het begin van oeh, een beetje koel. Ja, nu gaat het weer warm worden natuurlijk, want ik ben vanwege het bewegen. Maar de wind is lauw. Het is zo bijzonder. Hoe is het mogelijk hè, dat dan eerst het koud is, maar het steeds warmer en warmer. Ik snap er niks van hoor. Ik snap er niks van. Die tijd gaat zo snel allemaal. Je kon het allemaal niet bijhouden. Ongelooflijk zeg. Ongelooflijk. Mina, hè, dat je wat je op een dag doet. En dan is het zo weer weg. Zo weer over die dag. Nou, ik snap er helemaal niks van. Ja, dat blijf ik zeggen. Dat komt natuurlijk omdat wij de momenten zijn. Wij in beweging zijn. Alles in beweging is. Ik denk van, waar komt die wind nou opeens weer vandaan? Dat is zo raar. Maar weet je wat het is? Die kerk staat al heel de tijd op die grond.
Maar die is ooit gebouwd, maar die blijft op die plek staan waar die gebouwd is. En ondanks dat het gebouwd is, is die aarde telkens maar in beweging. Weer. En eigenlijk in principe ook is die aarde gewoon nu gewoon aan het zweven. We gaan over de kop. Het is toch bizar gewoon. Het is gewoon toch niet te vatten. Gaat daar gewoon de zon onder? Nou, dan kun je geen eens meer goed zien. Met het blote oog wel. Ongelooflijk. Ja, ik sta nu bij Brouwenshaven, by the way. Oh, ik vind dat zo jammer. Dat je dat zo erg vindt. Rijk, hallo. Rijk over het eiland. Ah. Dan denk ik echt van... Oh, was het nog maar 6 jaar terug. Toen kende ik nog maar weinig mensen. Nou ja, wel natuurlijk degene die ik eigenlijk nu gewoon ken. Dat ik die toen ook al kende. Omdat die toen al bestonden. En ze waren gewoon in de buurt. Ik kom ook net bij vrienden uit Scharendijken vandaan. Ja, die wonen daar al jaren. En toen heb ik ook gewoon bijvoorbeeld op een lenteavond of zomeravond hier. Of het ook reed toen de tijd. Bijvoorbeeld zeg maar 2014. Ze bestonden gewoon al. En dat vind ik zo raar. En ondertussen wordt iedereen maar ouder en ik heb weer een oogontsteking ondertussen, what the fuck zeg. En ik heb lampjes weer in, yay, lampjes in mijn ellen. Ondertussen is dat die kerk daar maar sinister bij. En dat vind ik zo raar als ik dan die foto's zie, eerst in het begin toen ik hier begon te rijden met die fiets die nu thuis staat. Ik kan het gewoon niet vatten, echt waar, ik blijf het zeggen, ik word echt weemoedig ook van Tom York vandaag die ik hoorde. Ik even weer in tranen, ik vond, oh, het gaat te snel, ik word het gewoon... Gewoon weer vroeger was, gewoon mee te maken. Ja, dan ga ik natuurlijk zo meteen naar dat huisje toe. Ga je liggen in bed. Ondertussen gaat die maan weer zo zich verplaatsen. Weet je wel, zo van like this. Weet je wel, zo. Of hij gaat zo, dat kan ook. Gaat die andere kant op, kan ook. Of hij gaat zo, dat kan ook natuurlijk. Of hij gaat zo, nou goed. Zo, like this. Jongen, jongen, echt. Ik hoop meer mensen dat zich daarin kunnen vinden. Dat ze denken van, hè, wat is dit? Ja, anders zat ik gewoon met een Jan-Jaap Kolpa, dat was een leuke man, zat ik gewoon in dat motelletje. Nou, wat is het nou? Een pension, ski resort van Alpe d'Huez. Zaten we met z'n tweeën. Nou, dat is hartstikke leuk. Dat is heel bijzonder. Dat is de eerste keer en dan toch is het zo vertrouwd en toch wel anders. Ja, ik snap er niks meer van. Nee, ik ga maar gauw door. En dan vind ik het jammer om weer door te gaan. Ik ga gewoon buiten slapen, echt waar. Dus echt met nu zat. Is zo zagen, dan gaat die zon dus daaronder en zo meteen komt hij daar weer op. Ongelooflijk. Het is helemaal niet te vatten, want ik heb ook heel vaak last van... Nou, dan kom ik bij iemand op bezoek, net als gisteravond, bij mijn zwager en mijn zus. Dan is ik leuk en ik van, oh jeetje, dat heb ik die gemist. Ik van, oh, toen dat vlechtje was het ook zo leuk. Hoe kan dat nou weer nu zo ver zijn? Hoe kan dat nou zo ver in die tijd zitten? Het jaar begon al maar net ook weer, dus zo gaat het met elk jaar. Het is heel raar, maar ook toen het laatste jaar toen dingen misgingen, dacht ik van, nou, sorry, ik heb soms even geen zin in tijddingen en alles en zo. Maar ja, ondertussen wil iedereen oud worden. En ja, je gaat natuurlijk mensen verliezen in de tussentijd. Vandaar ook weer iemand bij Zierik Zee om het leven gekomen, knobbel 35. Ja. Jammer, ondertussen zie je helemaal geen reet, alleen een kerkje voorbij komen en hoor je lullen. En ik ga nu echt er vandoor. Nou ja, toedeloe. En dan zie ik wel wanneer ik dit... upload of zoiets, want ik heb nu weer geen wifi. Yay! Ik hou het primitief. Ja, heel fijn. Ik moet zeggen, echt waar, de dorpen en alles in het eiland is al veel mooier met het groen. Heeft gewoon wat. Maar ja, jammer, het gaat weer zo snel. Het is zo meteen weer normaal, zijn die pluizen weer weg. En bah. Komt de zomer eraan. Nee, ik wil gewoon even lente, gewoon klaar. Ja, doeg! Loopt anders weer. Ik heb een oude telefooncel. Kribbeligie. Rustig, wauw. Geweldig zeg. Ik had het kloot anders met die kut dan zeg. Kut oordopjes zeg. Ik scheid ziek van overal blijven achterhalen. Niet normaal meer zeg. Ik breek mijn nek nog een keer. Ja, gingen al die bordjes op de grond voor de hond? Nee, de bordjes op de grond voor de hond? Ja, de bordjes gingen op de... Ja, konden die borden schoonleken? Ja? Kon ze wat haast in de kast nemen? Draai hem af en toe om, als je samen thuis bent. Dat wist ik niet. Ja. Best wel een aardige tong, hè? Maar wel een tong idee, joh. Mega tong. Gemaakt van 100%. Nou, vreet het schaaltje en al op, voor het verrassend rijke koffiesmaak ervaar ze allemaal.
Ben jij prijsbewust? Dan heb ik nu de Oppo A72. Ik met extra MB's en zonder aanzienkosten. Ja, nee, dat was gewoon een schaaltje. Hallo, ik ben Philippe en ik ben opzichter. Voor mijn werk kan ik het me echt niet veroorloven om pijnlijke voeten te hebben. En daarom combineer ik mijn werkschoenen met hele soepele inlegzolen van Sjol. Ik kan ze eenvoudig aanpassen aan de vorm en maat van mijn schoenen. En met jou in de achterkant geeft me heel veel support. Eigenlijk verlichten ze mijn dagen enorm. Voor mij zijn ze perfect. Sjol Active Gel inlegzolen voor een comfortabel leven. Omdat de huid van je voeten tot 20 keer dikker is dan de gewone huid, heb je specialistische verzorgingen en intense hydratatie nodig. Probeer Sjol's Expert Care voeten. Dan zie ik hier, deze plant is helemaal aan het opdrogen. Dat is jammer, want ik heb hier helemaal geen sprinklerinstallatie, dus ik moet echt even gaan halen. Die boom is ook droog, het gras is hier droger. Ik heb het al een paar keer nat gemaakt, ook sorry, met afval buiten beeld. Daar is het ook allemaal droog. Dat is normaal. Flink even bij gaan sproeien, echt waar, dat is normaal. Alles in emmen doen, omduwen. Ja, dat is niet echt. Nee. Ja. Vervelend, hè, dan zit ik weer in mijn sluis. Hier kan niet overal tegelijk zijn. Sprinkelen, ik ga het even opzoeken, sprinkelinstallatie. Ik hoop dat jullie ook als jullie een tuin hebben echt goed nat houden. Echt waar, het is gewoon niet normaal dit. Nee, daar ben ik niet blij mee. Je droog echt too much. Nou ja, ik ga weer in mijn hoofd al buiten beeld. Ik ga even verder. Oeh. Nou, ik kan het even laten zien. Dat is vervelend als je even een paar keer per in de avond sproeit. Wordt het zo droog. Dan heb ik ook een beetje, dat is ook slap. Oh shit zeg. Kijk, ik kom alles naar beneden joh. Kijk dan joh. Hé, dit is daar een nestje. Gaaf. Oei oei oei. Nee, echt waar. Oh mijn god, ik heb veel te lang gewacht weer. Shit zeg. Shit. Nee, daar ben ik niet blij mee. Even kijken. Hier de yoga mat. Kijk het gras, joh. Kijk maar, joh. Dan heb ik hier een bak met water. Dan moet die ook allemaal. Want kijk die boom, joh. Oh mijn god, die droogt helemaal uit. Kutzooi. Oh shit, zeg. Lig hier nou weer? Oh, dat is gewoon een tak. Oh god, helemaal niet. Oh mijn god. Oh, dat is een jonkie. Oh, godsamme. Oh, godver. Oh mijn god. Oh mijn god. Oh jezus zeg. Oh mijn god. Zak het toch goed. Oh jeetje. Oh jeetje, Mina. Oh, wat erg. Oh, die is uit het nest gevallen. Shit. Nou, dat is niet nagaan, joh. Nog ineens opgevallen. Where will we be when the summer's gone? Hi, paardjes. Ja. Hallo. Hi, waar is de derde? Ach, toch niet verkocht of dood? Hi. Hallo. Paardjes zo. Ja. Oh, dat snuffen. Snufje. Ja. Oké. Ja. Great. Ja. Mooi de foto. Poseren. Ja.
Ja. Oké. Mooi die pootjes, de beentjes. Ja, de beentjes. Ja. Ja. Oké. Doeg. Weer een mooi weggetje en weer in tijdnood zoals gewoonlijk. Het is zo mooi. Lijkt me wel een Japje die alles moet fotograferen en later terugkijken. Dat is toch ongezellig. Heel mooi die bomen, hoe die wind. Zuiden gaat weer veel te snel, weer avond. Weer snel, weer veel te snel, weer haastje, repje. Nou, ik ga weer door. Doeg. Nou, maak hem even weer heel kort, want die telefoon valt telkens uit. Nou, het is in ieder geval hartstikke droog, maar ja, over een paar dagen zal het gaan regenen, maar de regen zal ook wel meevallen. Zie je, ziet het. Dan gaat de zon weer onder en als ik een foto ga nemen, dan gaat het fout.
Nou ja, maar weer door. Hupsakee. En weer door en 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 door. En waarvoor? Nou, mijn telefoon is nog maar 2 seconden oud en nu al helemaal van slag. Ik houd even heel kort. Zag ik hier staan, Zeeland, land in zee. Dankzij de wind- en zonkracht, provincie Zeeland, Ecotab en de gemeente Schouwen-Duiveland. Geweest hier het duwtje in de rug in de Zeelse wind. Oké, okay, wat hebben we hier? Snel houden, oh, een drukkie. Ja, wat is dit nou? Oh ja. Snel, oh ja, ja, ja. Stopcontact, gezellig. Kan je stofzuigen of zo? Hé, dat ding dat draait, wat is dit? Beweeg het op zonne-energie om te draaien. Maar wat houdt het nou in? Ik snap helemaal niks van eigenlijk. Hoor je al die vogels? Wauw, jeetje zeg. Oh, gaaf. Zo. Oh, oh. Geweldig zeg. Maar ja, ik wil er langer van genieten. Maar ja, dat gaat allemaal zo snel. Allemaal voor je het weet is het alles weer voorbij. Is de winter, herfst, zomer, alles door elkaar. Ongelooflijk zeg. Ja, ik ben heel erg geïrriteerd weer. Omdat alles weer misgaat. Weer de tas die valt. En de telefoon die langzaam werkt. Terwijl het ding 2 seconden oud is. Daar heb ik helemaal niks aan. Geef ik liever gewoon echt waar. Geef maar liever dan de tapes van vroeger, dat ik opgroeide en alles. Al die oude zooi. De nieuwe zooi is allemaal teringtroep, echt waar. En dan weer die kutvliegjes op mijn arm, dat ik helemaal onder zit. Ja, gaan we weer gauw er vandoor. Nou ja, jammer. Ook die lelijke lichten van die kleren windmolens. Dat is veel mooier dan die lucht zo. Geweldig. Wat hoor ik nou weer? Lijkt wel een trein in de verte. The fuck? Nou ja, gaan we weer houden vandoor. Oh, altijd een haast, altijd in tijd met elke dag opnieuw. Ik ben er kotsziek van. Verschrikkelijk zeg. Echt waar, en die hele helm is ook helemaal verkracht. Helemaal verziekt. Wil ik nog even een nieuw laagje geven. Nou ja, wil ik er weer 40 weken over doen, dat die af is. Jee. Dit mooie platteland, dat ligt om het stadje Montfoort heen. Echt onvervalst Hollands platteland, doorsneden door de riviertjes de Hollandse IJssel en de Lange Linschoten. Met briljante Britse humor in Death Valley. This person is getting very lax, and like a personal parents in despair. Oh, ik ga even hier zitten. Hi. Sorry. Ik wilde juist vertellen, met mijn sloffen. Ik wilde vertellen wat ik vond van de eerste keer Alpe d'Huez. Nou, van het begin, ik heb het ontdekt in 2012. Toen zag ik het voor het eerst op SBS6. Hart van Nederland. En toen 2 seconden dacht ik, ja, dat wil ik. Ja, en toen dacht ik van, nou is een jaar voorbereiding goed? Weet je niet, ik doe gewoon 2. Nou ja, die zomer van 2013 toen kwam. Nee, wacht, af 2012 begon ik op de Opelfiets. En ik heb ook de mountainbike gebruikt, opgepimpt, gebruikt. En ook, ja, 2013 kwam mijn ex gewoon zus uit Spanje terug over. Ze ging dan naar de Fitline toen in mijn sluis, sportschool in de haven. En pardon, ik ging daar ook heen, ik werd lid en wat bleek nou, waren er nog plaatsen vrij voor. Nou, alsof het zo moest zijn, moest het zo zijn, kan niet anders. Ja, ik ga de, ja, ik zeg ja en ik had nog maar 1 dag om te beslissen. Ik zeg, dat maakt niet uit, ik had maar 1 dag om te betalen. Ja, dat maakt niet uit, ik doe het gewoon. Ik had nog geen racefiets, maakt niet uit, ik doe het gewoon. Dus die uitspraak kwam ik later tegen van Richard Branson, just say yes and manage it on the way. Oké, heb ik gedaan. Vervolgens, nou ja, gewoon heel dat jaar, 2012, 13, 14, waren er zulke sleuteljaren, dat is niet normaal. Gewoon echt geweldig. Geweldig, gewoon. Ja, super, super geweldig. Nou, gewoon loskomen van mijn ex, weer terug naar mijn familie, fietsen in Zeeland, fietsen voor het goede doel. Het is allemaal zo'n geweldige ervaring geweest. Dan vind ik het jammer dat het dan geweest is, want ik weet hoe het is gegaan. En toen wist ik nog niet hoe het zou gaan. En dat vind ik altijd jammer, want
een eerste keer. Oh, het is zo mooi, geweldig en van genieten. Ja, ik kan er eigenlijk niet omschrijven. Het was gewoon een album van Mike Oldfield dat uitkwam. Man on the Rocks, Back with Morning Face. En dat zijn twee zulke sleutelalbums. Het is gewoon niet normaal. En ik wil ook heel de tijd, ook deze week, wil ik alles delen. Maar ik heb niet de middelen om alles te monteren. Maar ja, even terug te gaan. Dan had je spinning marathons. Dat is hartstikke leuk. En ik weet het niet. Gewoon de periode. En ik dacht van, ik ga het filmen. Ik ga alles vastleggen. Ik ga een documentaire van maken. Ja, zeker. En het nummer Dreaming in the Wind van Mike Oldfield, dat slaat zo erg op de situatie van op al die zes. Ongelooflijk. Ja, dan zingt hij van You may see a white bird in a clear blue sky. I'm dreaming in the wind flying high. There's a whispering sound in the air all around. I'm dreaming in the wind as the sun goes down. You may see a bright star in a clear night sky. I'm dreaming in the wind as the earth rolls by. There's a silver light as the bird takes flight. I'm dreaming in the wind as the day turns to night. And then you may hear the wind sigh. Je kan de wind horen zuchten op een hoge berg, on the mountain high. I'm dreaming in the wind, I belong to the sky. On a distant shore, there's no one more. I'm dreaming in the wind, I'm at heaven's door. So, jezus. Ongelooflijk. Damn, de hering echt nummer. En dan, there's a new sunrise in the crimson sky. I'm dreaming in the wind as the white bird cries. And there's a silver light as the bird takes flight. I'm dreaming in the wind as the day turns to night. Nou, geweldig. Ja, en ook Back for Morning Face ook. Focus this morning, that it's so fun to love right in the storm. En dan, can we start over again? Een beetje emotioneel vroeger. Ja, het is zo erg dat het gewoon niet doorgaat, klaar. Dat is gewoon zo bizar, joh. Bizar. Bizar, zeg. Ongelooflijk. Ja. Niet normaal. Ja, ik wil zo graag zoveel mogelijk delen, want het blijft zo'n onderdeel. Het blijft in mijn hart zitten. Het gaat er niet meer uit. Het gaat niet uit je hoofd, het gaat niet uit je systeem. Als je er eenmaal mee in aanraking bent gekomen, echt waar. En er zijn mensen die gaan elk jaar, ja, ik heb dat ook altijd gedaan. Ja, dan ga je erheen, joh. Oh, en dan die ochtend, en dan van de week dacht ik van, hoe kan dat nou? Misschien ging ik erheen, hoe kan dat nou? Het klopt gewoon niet. Oh mijn god. Nou ja. Ja, toen die weken, jeetje zeg. Ongelooflijk. Ongelooflijk. Dan ga je erheen met z'n allen. En ook, ik ging ook eerst al die 10 leden via Facebook uitnodigen. En dan zag ik een vrouw, die heette Ada. Die zag ik als eerste bij een fietstocht. En het eerste wat ze zei, heb jij die en die gezien? En zei ze, nee, niet. Nee. Ja, echt waar, de mooiste periode van mijn volwassen leven, echt waar. Het gaat niks evenaren. Het gaat me ook niet overtreffen, dat vind ik wel jammer hoor. Het gaat niet in de buurt, nee, jammer. Maar ja, in ieder geval... Ik heb die week gefilmd, ik heb een documentaire van willen maken, ik wil dat ook gelijk monteren, maar het is zoveel te zien en te doen, joh. Ongelooflijk, zo overweldigend. Nou, en toen, was het daar zo, dat moment. Zo geweldig, ik wilde nog voor de 4e keer omhoog, want het is aan morgen klimmen, dat ging gewoon niet. Maar ja, had ik beter wel kunnen doen, ik dacht, mijn lichaam zei van, maar mijn ziel zei ja. In mijn hart ook, in mijn hoofd. Maar ja. Ja, toen was het voorbij, hè. Dat is zo onwerkelijk. En dan begint alles weer gewoon, oh. En dan begint het weer van, ja, volgende keer weer, ja, echt waar. En de volgende keer viel tegen. 2015 ben ik zo tegengevallen. De team spirit vond ik niet, zo. Ik was zelf niet lekker. Ik zou met iemand meerijden. Die kreeg een voetbal in zijn kruis. En toen dacht ik van, nou, jammer is dat. Het was zo leuk. Bijzonder. Toen dacht ik 2016, nee, want ik kreeg een depressie ook. Ik had weer ernstig ziek, verhuizing, al dat stressdingen, niet normaal. Dat had ik beter wel kunnen doen, had ik een beetje tussenuit geweest en dat kunnen doen. Maar ik dacht van nee, en toen dacht ik van nee, ik ga niet meer, ik ga gewoon nooit meer, dacht ik.
Nou, hij heeft nog 3 jaar geduurd hoor. Echt waar, bizar. Ik was vorig jaar dacht ik van nou, ik ga. Maar nee. Maar ja, toen was vorig jaar gewoon net een déjà vu, zo raar. Maar ik heb mij daar niet gefilmd, ik heb gewoon over mee laten komen. Ik heb gewoon niet gedaan wat ik toen deed. En nu dacht ik van, nu wil ik het gewoon weer. Ik wil er gewoon heen gaan, ik wil het laten zien. En ervaren weer voelen. Kijk, Nederland is het belangrijkste, belangrijker dan al die filmpjes en alles en die dingen. Maar helaas, nu vind ik het zo onwerkelijk. Echt anders had ik er nu gezeten en het voelt zo... Ik voel me echt niet goed onder. Echt niet. Maar ja, dan moet ik nog wel even... Wil ik nog een kaars bestellen? Ja, dat wel. Dat ga ik nog kopen. Bij deze even gewoon mijn verhaal erover. En ja, wat ik zeg, echt wel luister gewoon naar die albums. Man on the Rocks van Mike Oldfield. En Morning Face van Beck. En ook Coldplay, Ghost Stories. Dat zijn echt sleutelalbums. Echt wel. En die top 66, die nummers die ik kan kiezen. Joh. Er zijn zoveel nummers, joh. Ja, ik hoop dat ze die nummers willen draaien. Dat hoop ik echt. Dan zal ik dat nog morgen, nou ja, nog vragen. Ze gaan dat natuurlijk, gaan mij bellen. Dus ik ben uitgenodigd voor de uitzending. Een radio-uitzending, benieuwd. Oké, ik ga even eten en fietsen, sprinkelen halen voor de droge tuin, voor de droogte. Nou ja, doeg en bedankt voor het kijken. En met mijn slof aan, fietsschoenen gaan zo aan. Fijne koersweek en... Onthoud het, eens een antisessen, altijd een antisessen. Het is echt waar, het is gewoon zo. Kan niet anders. Het mooiste evenement ter wereld, alle tijden. Doeg! Jongen, jongen. Oh. Ik ben nog nooit over de Philipsdam gegaan. Dat is nog schandalig. Ik ga altijd die andere kant op. Dat slaat nergens op. Ik ga nooit door Tolen. Dat slaat helemaal nergens. Nou ja, het is een mooi stukje gezicht. Het ziet er wel apart uit, hè? Het lijkt wel surrealistisch, het lijkt wel niet echt. Ergens anders ben je, oh man. Nou ja, gaan we weer gauw verder, want je weet het. Tijdnood. Ja hoor, tijdnood. Doeg. Lorena McKennett. Ja hoor, The Highwayman. Geweldig nummer. Sprinkler. Oh wauw zeg. Godsidori, hier heb ik wel spijt van. Dat ik hier niet eerder ben gegaan. Stom hè. Ik rijd alleen maar door Walcheren, Schouwen-Duiveland, Zuid-Noord-Beverland. Dus waar ik Tolen over. Ik ben er goed wijs, sorry. Echt niet. Gaan we weer verder. Oh. Jeetje. Maar dan kan ik een hele installatie op mijn fiets hadden, dat ik alles kon draaien, dat het zo ging. En dat je me zo ziet van onder en zo, en alle kanten, en 1000 kanten en zo. Kijk dan joh, is toch geweldig joh. Is toch bizar, dat zou je toch zo'n hele dag gewoon kunnen staan. Gewoon, ik ga 1 dag hier staan. Ja, laat mijn poot af, kleren vlieg. En aan de andere kant ga je weer ergens op een ander plekje zo staan. Oh ja, je hebt ook wel de ogen open, dan zie je niks. Ongelooflijk zeg. Ongelooflijk. Dit zijn grote brandnetels. Pink Floyd aan. En denk ik van, dan ga ik altijd met datzelfde klerenrondje. Altijd maar over die Oosterscheldekering. En dan weer richting Zuid-Beverland. Zak van Zuid-Beverland. Walcheren. Oosterscheldekering. Schouwen-Duiveland. 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 Oosterscheldekering. En Schouwen-Duiveland. En nog eens een keer Schouwen-Duiveland. En die Zeelandbrug. Godsamme, het raak in de spiertjes. Shit. En nou is dat opgetiefd op de weg. Vreemd. Vreemd, heel vreemd. Nee, dat is kloten. En dan komt het zo meteen die regen. En dan is het weer minder. Oh, mijn god zeg. Vervelend, hè. Ik had ook wel eigenlijk de spinningles willen volgen. Heb je er ook last van? Dat je er overal tegelijk wil zijn? Ik wel. Dat ding uit.
Dag. Oh, daar gaat een mier mee reizen op een tas. Dat is leuk. Kijk, dat is heel simpel. Dan kan je dit zo effect creëren. Slow motion. Of even mijn kop weghouden. Dat is niet echt veel aan te zien eigenlijk. En dan zo. Ja, dit is veel mooier dit. Zo. Zo jammer dan, als ik dan terugkom in Bruinisse en dat dan geen laptop staat. Geen laptop, oh geen laptop. Dan ga ik filmpjes aansluiten, hup, gelijk monteren. En gelijk, hup, versturen. Gelijk. Maar dat kan ik al zo lang niet doen. Ik ben net pas weer begonnen. Damn, dit is toch eerst wat omdraait, joh. Ik kan met hypotheken, kan ik dit betalen, lijntjes aan elkaar knopen, kan ik dat betalen. Ja, oké, ik moet die fiets ook even uitstellen, ze hebben het hartstikke druk, maar die fiets rijdt gewoon nog goed. Dus denk ik van, waarom ga ik er nou extra kosten aan spenderen? Ook al heeft het 50% korting, pleur daar het gras in. Nee, echt waar. Nee, ik snap niet waarom ik het nou zo moeilijk maak. Ik maak het mezelf soms te moeilijk. Hé, deze boom is dood. Ja. Hier? Ja, die kan je gewoon zo ombouwen. Oh. System of a Down, die zou ook komen. Helaas. Hier ruikt spiritus, hier. Heeft hier iemand wat neergestrooid? Kan niet anders. Oh man, ik snap niet waarom ik nou hier niet vaker kom. Ik ga altijd alleen maar richting Zierikzee. En dan denk ik van, wat is dit? Ik kan ook makkelijk een rondje Brabant doen of zo. Ik kan een keertje naar mijn broer gaan in Os. En bijvoorbeeld ook door al die crisis allemaal, die 75 jaar bevrijding. Ik denk van, ja, oké. Leuk, dat had je wel anders verwacht. Het gaat volgens mij ook over de Tweede Wereldoorlog. Dat is een nummer van Mike Oldfield. En dit heet Broad Uplight. Oh, Broad Sunlit Uplands. Sunlit. Van de Millennium Bell. Ja, het lijkt net of iemand afgeknald wordt. Nou, het is jammer dat ik niet meer interactief. Want ik zou echt waar, ik zou altijd interactief willen doen. Maar ja, helaas. Doeg. En nu weer een stukje verder, vlak bij de Philipsdam weer. Oh wauw, lekker wel verzonken land van Hupperhup in Zuid-Vlaanderen. Geweldig. Ja, dat is jammer. Ik moet eigenlijk hele installaties aan mijn fiets hebben. Dingen aan mijn helm, lichtgewicht. Dat het niet afpleurt. Dat het ook aan lang meegaat. Maar ja, ik moet een high-tech, ultra, uber luxe budget hebben. Helaas. Ik ben rijk in andere dingen, maar niet zo. Wauw, gaaf zeg. Maar er ook nog een molen. Oh. En dan ga ik nou veel te laat weg. Ik ben veel te lang in die tuin hangen. Nee. Ik zal meteen weer de tuin doen weer. Geweldig. Wat heb ik nou weer aan de Moby remix? Oh, mix van Bowie. Doeg. Oh, hier zitten hier chicks. Er zitten hier ganzen met kuikens. Oh, zo kwetsbaar is het eigenlijk. Dit is hun thuis. En wat doen we eigenlijk? We zetten dit allemaal neer. Lelijke teringdingen. Even kijken hoor. Oh, volgens mij zijn die al iets groter geworden die erbij lopen. Ik wil helemaal geen gevaar vormen hoor, geen bedreiging. Joehoe. Ja, snappen ze niks van. Er zitten daar jonkjes. Nou, ik hoop dat echt niks gebeurt hoor. Ik vind het zo fragiel. Zo'n avond wordt. Ach,
Ja, 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 stik maar lekker over. Jee! Ja. Oh, wauw. Geweldig. 1, 2, 3, 4. Perfect. Toch vreemd eigenlijk dat we allemaal zo even energie gebruiken. Ik heb die telefoon niet meer gebruikt. Al die dingen opgewekt allemaal. Dat is wel echt bizar eigenlijk. De laatste je voor heel de aarde vol, heel de oceaan vol met die dingen. Dat is toch bizar, joh. Dat is toch bizar om te denken, joh. Nou, sorry, moet er gewoon even een slokje van nemen. Ga er gewoon even bij je zitten, lekker in een drol of zoiets, lekker in een drol zitten. Kijk eens mooi, die soort grote madeliefjes, hoe het heet weet ik niet. Ik ga gewoon even een slokje nemen. Ik denk van waarom doe ik dat niet meer? Ja, doe ik ook wel eens meer. Maar omdat er nog zoveel gedaan moet worden. Dat ik wil zoveel nog doen, dat is ook een beetje het probleem. Dat we zeggen, ik moet dit nog doen, ik moet dat nog doen, ik moet dit nog doen, ik moet dat nog doen. Ja, what the fuck zeg. Je wilt iets doen. Ja, dit is blauwe bes van de Jumbo. Wist ik helemaal niet. Nou ja, textuur van drinkyoghurt. K4, wat is dat nou weer? Dan hebben we skier, K4, alles lijkt op elkaar. Nee. Muziekje erbij. Oh, ik heb Terry Oldfield. Ik dacht even dat het E-nominé was. E-dominé, weet ik veel hoe dat heet. Bizar, eigenlijk op een zwevende bol zitten. Ik zie op de grond en die is in beweging. Gaat de zon eronder. Nou, niet echt veel aan. Wat een verrassing welk nummer komt, hè? Die ken ik wel even. Carones. Het ene nummer. Het ene nummer is zachter dan de andere. Ja. Hup, teentje opzetten. Hallo. Soms mensen kunnen kijken, hè. Oh, dit is een mooi nummer, dit. Ik kan er wat op verzinnen, ook, of zoiets. Iets van geen winter, geen herfst, geen lente, geen zomer, geen weet ik veel. Ik heb een beetje de laatste druppeltje eruit. Wat zat hier nou eigenlijk? Ja, ik had gisteren dat ik op de fiets reed door Arnhem, toen dacht ik van, wat kan je nou hierbij verzinnen? Iets musical dramatisch. Nou, ik dacht echt wat ik net dacht van, geen zon, geen maan, geen lente, dat klopt ook niet. En ze ging. Maar waar ging ze heen? Ja. En dan komt het. Nee, nog geen ritme. En dan kan je bij zo'n, bijna zo'n Vera Lynn stem erbij verzinnen. En ze ging van ons heen.
ze ging. Ja, van ons heen, ja. Zonder iets te zeggen en alles uit te leggen, ging ze haar grenzen verleggen. Niet van geen wind, geen zon, geen maan, geen sterren, geen... Ja, geweldig. Heb ik ook nog deze. Oh, die fietser rijdt daardoor. Oké, is ook goed. De poten zitten nog steeds onder. Ik kwam er mezelf weer open. Even kijken, nog een beetje... Ja, maar dit is weer te zoet. Dit is nep achter. Dat kan niet. Nou, maakt niet uit. Dat heb ik bij de Jumbo gekocht. Oh, dit is... Hey, de wind nog meer ganzen. Oh, moet ik zeggen, uitkijken hoor. De muziek echt pas, in was het maart, april, dan ging ik altijd die muziek luisteren, vroeger ook. Dus dat dingen. Ik zeg, Caro Nash is goede New Age aanrader, dus dat zal ik maar even opzoeken. Als ik het heb over muziek, over sommigen zeggen ze Terry Oldfield. Dan ga ik eens even opzoeken wie is Spotify. Nou ja, oké, kijk hoor, iets harder. Nee, gaan we verder. Oeps, oké. Zo. Toedeloe, doeg. Pardon. Goh, ik reed er net bijna een gans aan nog. Zo'n jonge gansje daar. Daar zit er ook een. Joe. Dit soort dingen, dit gebiedje. Echt waar, dat is mijn tweede thuis, hè. Alleen, het is allemaal zo dicht bij elkaar. En vroeger was het zo van, toen moest ik mee van mijn moeder, altijd, elk weekend. En op het laatst was het gewoon vrijwillig. En nu ga ik ook gewoon zelf vrijwillig. Maar ja, wat denk je, also, wat je hier kan vinden, joh, qua natuur en zo. Joh, dat is toch geweldig, heeft toch iets mystieks. Ik weet niet, ik had het aan vroeger dat ze gewoon met een kano die dingen gingen. En ik weet het allemaal niet, zo bizar. Zo bizar. Oh, ze stikken daarover, dan gaan ze zeker naar de overkant. Ga je ook lopen? Joe. Geen auto? Nee, dat kan of het aangereden wordt. Hallo. Joe. Oh, geweldig. Man, ik krijg geen genoeg van die natuur, gelukkig. Oh ja, die fluitje. Terry Oldfield optreden doen. Dat zou zo gaaf zijn. Oh, even een kakje doen. Ja, poogje omhoog. Jee. Oh, shit. Oh. Kut. Wacht even, ik ga even bellen. Die is gewond. Shit. Dit is het beruchte bankje waar ik een keer op 6 april, de zondag 2014, hierop ging zitten. En een van... Ja, een profielfoto nam. En toen had ik ook deze helm op. Oh god, die helm is een beetje verkracht, weet je hoezo. Ik heb proberen te verven. Sticker erover. Plakband. En dan overheen gespoten. Maar ja, het is een beetje mislukt. Dan moet ik het gewoon met een kwastje doen. En een beetje mooi glad strijken. En dan een soort glanslaag erover. En dan is hij weer een beetje... Weet je weer van, Ja, toen had ik ook die andere Giant en nee, gelukkig rijdt die goed. En had ik maar een godsie door, dan keek ik echt zo van overdreven fel in die lens. Nou, beetje overdreven allemaal, maar dat is heel raar. Nu zie ik er natuurlijk anders uit, maar ook als ik bijvoorbeeld die Sixto heb, dan zie ik er volgens mij nog anders uit. Want die lijnen hier zijn echt wel extreem geworden. Keurleer zeg, heeft een oude lul nog soms geen eens. En dan gaat daar de zon onder, jee. Hij loopt toch nou eigenlijk wel? Oh, hier is de tijd. Hierboven. Kaleren. Ik zie hierboven de tijd. Zie je dat zonnetje daar zo? Gezellig. Mooi hè? Ja. Heel apart. Stond daar dat ik niet vaak hier kom eigenlijk. Met zo'n mooie route. Maar die denk ik altijd dat ik met mijn ouders hier kwam. Mijn zus. En dan ging ik even rustig.
Ik weet niet, dat ze vroeger zo ook toen mijn opa en oma nog woonden, dat waren nog zo gemoedelijk. Ja. Ik weet niet, ik snap er helemaal niks van. Ik vind het gewoon eng, ik weet niet. Ik weet het niet hoor. Ik vind het zo raar. En dan zit ik hier zo en ik van, oh die tijd zo snel, ik vind het zo fucking eng. Vreselijk. Het is zo eng, dan gaat die zon onder. Hup, en dan gaat die aarde, even kijken, hoe gaat die aarde dan ook weer? Oh, die aarde gaat natuurlijk zo, dus die grond gaat dan eigenlijk als het ware zo, van wow, Villa Volta, hup. Dus als je zo, ja, het is ongelooflijk zeg, hoe het werkt. Neem nog even snel een slokje en dan ga ik verder. Want dan denk ik, mijn moeder ook weer, waar blijft die nou weer? En... Ah. Ongelooflijk zeg. Ja, ik weet niet, ik kan dat gevoel niet uitleggen. Het is een gevoel van, ja, ik weet niet, een bepaalde soort gezelligheid en een soort van... Dat je denkt van, oh wauw, en het is helemaal weg, het wordt verrekt, ik weet niet wat het is. Ja, ik weet wel waar het aan ligt eigenlijk. Het is gewoon natuurlijk gewoon dat je te snel de rust neemt. Of iets rustig aan, ik hou weer moe. Tjonge jongen zeg. Nou ja, het zal wel, maar... Weer een fijne avond, ondertussen heb ik 80 filmpjes opgenomen. En eigenlijk wil ik ook alles aan elkaar monteren. Echt waar, oh, ik had ook gewoon iets, had ik alles aan elkaar up en doorgaan en anderen hebben dat en ik wilde dat vroeger hebben, joh. Gewoon simpel, maar dus, ik had ook ongezellig, maar ik vind, dit is zo ongelooflijk. En ik, dat bankje staat hier gewoon nog na al die tijd en hoeveel er nog niet gebeurd is en ondertussen staat dat bankje er gewoon nog. En de petje ook, right now, for Living Planet van Wereld Natuurfonds. En ik van jeetje mine, die heb ik ook al 6 jaar, ziet er ook nog wel mooi uit. En dit broekje heb ik sinds vorig jaar eigenlijk, maar dit zonder bretels. Maar toch. Oké, nee, genoeg, ik hou mijn bek nu. Dag. Zo. Ik zal net laten zien hoe mooi dat stuk, oh zo mooi die zon eronder. Opnemen of zo, bijvoorbeeld. Ik weet niet, het zijn die kleine stukjes dat ik denk van, oh, wat een sfeer. En elke keer opnieuw. Elke keer opnieuw, zo'n leuk stukje bos. Geweldig. Hallo, hi. Echt zo mooi achter. Het is gewoon een gebied, daar kan je gewoon heel de dag vertoeven. Lekker in het groen. Zo simpel. Dat is gewoon de basis van het leven gewoon. Klaar. Muziek, fietsen, natuur, groen. Dat. Nou ja, fijne dag nog. Fijne week nog. Fijne leven nog toegewijs. Kijk eens, wauw. Hier kom ik een keer mijn vader tegen. Zat weer op de scooter. Nou ja, dan doet hij bijna niks meer. Helaas. En nu komt het laatste stukje. Yay! Zo fucking genieten. Kijk dan die zon. Voelt het dan niet echt? Geweldig. Oké, bobbel de bobbel. Doeg. Toedeloe. Oh, zonnetje onder. Ach, er komt net die brug omlaag. Jeetje. Dan mis je net dat die brug naar voren komt. Voor een reden. Geinig. Ongelooflijk. Nou, kijk of het lukt. Want ik sta op een zware helling. Ik hoop dat het lukt. Denk het niet. Nee, wacht voor. Ongelooflijk. Ik moet met de sluizen lopen. Het allemaal werkt ongelooflijk. Met deze fietsbrug.